Debutenspel 2.0 Spelen van de Week wordt mede mogelijk gemaakt door Snacksalon La Plaza. Mochtar Suleiman, je bent gekozen tot La Plaza Speler van de Week. Hoe vind je dat? Nee, het is leuk, leuk om te horen natuurlijk. Ik denk leuk vooral. Leuk. En je weet waarom? Ja, ik denk goede wedstrijd gespeeld zaterdag. En ja. Gewonnen, persoonlijk lekker gespeeld. Als team prima gespeeld, denk ik. Dus, Paar goede acties. Een paar goede acties, inderdaad. Daar staan we ook voor. Dus lekker. Was een lekkere zaterdagmiddag. Oké. Dan had je deze week een ontmoeting met de TC. Wordt het contract verlengd of verbeterd? Verlenging is zeker de bedoeling, inderdaad. Dus ja? dat moet wel goed komen, denk ik. Dat gaat goed komen. Dat gaat ja, want er gaan ook geruchten sinds vandaag dat Luc Admiraal terug zou komen. Is dat zo? En dat wordt natuurlijk dan wel meer concurrentie. Ik denk, ik wist het zelf niet. Dat hoor ik nu voor het eerst. Maar gerucht, hè? Nee, wie weet. Het kan waar zijn, kan niet waar zijn. Dat weten we natuurlijk nooit. Maar ik denk dat het ook niet zo raar is als voor een club als Spakenburg. Dat er goede spelers worden gehaald. En is niet zo raar, denk ik. Dat ze nog kijken om hoe ze de selectie nog sterker kunnen maken. Okay. Aanstaande zaterdag, waar speel je? We spelen thuis. Tegen Jong Sparta. Nee, want ik hoorde ook een ander gerucht. Ja? Dat jij voor jouw nationale land moest uitkomen. Nee, die zijn nu al bezig. Die speelden vandaag ook en over 4 dagen ook. Welk land is dat? Somalië. Somalië. Vandaag moesten ze tegen Algerije en over 4 dagen tegen Oeganda. Of 5 dagen, 1 van 2. En ik ben hier, anders was ik er afgelopen zaterdag ook niet. Dan had ik er al moeten zijn. Dus ik zit er niet bij. Maar je bent wel eerder geselecteerd? Ik ben wel eerder geselecteerd, klopt. Aantal interlands? 4 in totaal nu. 4? Nou, 4 in totaal nu. Ja, is leuk. Leuke ervaring. En je ziet wat nieuws, laat ik het zo zeggen. Veel mensen kunnen dat natuurlijk niet zeggen. Nee, zo is het ook. Dus het is een mooie ervaring. En ook wel een eer en gewoon leuk. Om nieuwe dingen mee te maken. Want we weten allemaal, het voetballen doe je maar tot een bepaalde leeftijd. Dus je hoopt gewoon zoveel mogelijk te zien tot je einde, zeg maar. Hoe bevalt het bij Spakenburg? Goed. Ik heb het eigenlijk vanaf het begin al gezegd. En dat geldt voor nu nog steeds. Ik heb het gewoon naar mijn zin. We doen het goed. Alles bij elkaar, zeg maar. Naar mijn zin. Naar mijn grote zin. Verschillen ten opzichte van Katwijk? Spakenburg is beter. Momenteel kan je dat wel zeggen, toch? Ja, als je eerlijk bent. Maar grote verschillen, weet ik eigenlijk niet. Ik ben daar 2 jaar natuurlijk ook kampioen geweest. Dus 2 jaar ook gewoon bovenin meegedaan. En 2 jaar goede selecties gehad. 2 jaar goede selectie gehad daar ook. En nu hebben we hier ook gewoon een goede selectie. Doen we het goed, dus... ik weet niet of er grote verschillen zijn. Ik denk dat meer dat kleine dingetjes uiteindelijk het verschil gaan maken, maar... Organisatie. Die is hier ook prima. Die is top hier ook. Ja, absoluut. Ja. En de trainer. En de trainer is ook, top. Goed, verwachtingen voor aanstaande zaterdag? Ja, wat moet ik zeggen? Ik persoonlijk ga er gewoon vanuit dat we weer een goede wedstrijd neer gaan zetten. 3 punten natuurlijk. Dat moet zaterdag. Het is nu makkelijk om te zeggen, maar zaterdag moeten we gewoon weer alles geven en er weer staan.